ik kijk naar deze film, ik vind dat ook eng, mm-hmm. weet je wel. Maar wat maakt dat het bij jou, zeg maar, nog hardnekkiger is dan bij mij? Ik zie met één oog de realiteit en met één oog mijn fantasiewereld. Dus dan heb ik een psychose en dan denk ik van die girl van The Ring of die girl van Bloody Mary gaat nu uit de spiegel komen, gaat nu uit de tv komen. En ik zie dat oprecht op mijn netvlies gebeuren. Eigenlijk zit jij dus in een soort permanente horrorfilm. Ja. Jij bent letterlijk de main character van een horrorfilm. Ja. Maar dan hier in Antwerpen. Ja. Een soort van. En het is je leven. Dat is mijn leven.